Augustinus van Hippo was bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika. Een hartstochtelijk godzoeker. Een van zijn vragen was die naar de vrijheid van de mens. Wat bepaalt ons handelen? Hoe vrij is onze wil? Hoe rationeel is de mens? Het is heel duidelijk om aan te geven dat wij geen rationele personen zijn, geen rationele mensen zijn. En dat zie je ook helemaal terug in de structuur van het brein. Augustinus' beschrijving van zijn spirituele zoektocht en zijn denken over de menselijke wil, de relatie tot God, over vrijheid en genade, dit alles maakt deze vierde eeuwse kerkvader nog altijd een belangrijk theoloog. Een van de hete hangijzers in ons tijdsgevricht, maar ook in de tijd van Augustinus en eigenlijk zeker ook in zijn persoonlijk leven, is de vraag naar de vrije wil. Hoe vrij is die menselijke wil eigenlijk? En dat is verre van een strikt theologische vraag. Filosofen nu, als Martha Nussbaum, schrijven daarover en dan vaak ook op het scherpst van de snede. Maar het is ook het onderzoeksobject in de neurologie. En modern neurologisch onderzoek leert dat aan rationele beslissingen een voorrationeel besluit vooraf gaat. Dat kun je meten in de hersenpan. Er is veel onderzoek gedaan naar het proces van besluitvorming in de hersenen. Daarover professor Frans van der Mercier, emeritus hoogleraar neurologie aan het Erasmus Medisch Centrum. Wat betreft besluitvorming in de hersenen is er een heel beroemd experiment geweest. En dat is dat van Libet, waarbij die proefpersonen vroeg om aan te geven op welk moment zij besloten om een knop in te drukken. En toen bleek dat voorafgaand aan een activiteit, dat er dan al zo'n anderhalve seconde potentiaal veranderingen optreden voordat zij besloten om de knop in te drukken. En daaruit is er een hele discussie voortgekomen dat we de beslissing onbewust nemen en ons later bewust worden van de beslissing. Je doet dus iets, of beter, je besluit iets te doen voordat je het bedenkt. Ik geef een voorbeeld. In het tweede boek van zijn belijdenissen herinnert Augustinus hoe hij samen met zijn vrienden perenstal, zomaar voor de kik, zouden we zeggen. Omdat ze er zin in hadden, niet omdat ze honger hadden. En hij constateert dat voordat hij zelf had nagedacht, het eigenlijk al gebeurd was. En precies ook omdat hij zich door die groep liet leiden en erbij wilde horen. Ja, daarin herkennen we de emotie en de factor van de peer group, de sociale druk. En hij schrijft daarbij nog dat de peren niet eens lekker waren. En hij wist donders goed dat het niet mocht. En hij schrijft dan, ik wilde fout zijn. Niet om dit of dat, maar alleen maar om fout te zijn. Ja, wie herkent dat niet? Hier herkennen we de cognitie die koel reflecteert, maar te laat en achteraf. Je kunt de mens vanuit, laat zeggen, de neurowetenschapbril bekeken. Kun je zeggen dat hij in feite altijd zijn eigen drijfveren najaagt. En dat is dus veiligheid, dat is voeding, maar dan op, laat zeggen, sophisticated wijze in onze maatschappij. Terwijl die dat altijd moet doen in samenhang met anderen. Dus hij zal altijd proberen om, laat zeggen, zijn eigen drijfveren te optimaliseren in de sociale context. En dat vraagt heel veel aanpassingsvermogen van de mens. Nou ja, die metafoor van de perenboom die Augustinus in de belijdenissen gebruikt, die staat eigenlijk voor het enorme dilemma van de mens, hè, waarin wij denken van we weten wat goed is en we weten dat we het goede moeten doen. En toch doen wij dingen waarvan we weten ze kloppen niet, ze deugen niet en we vinden dat nog leuk ook. Hij laat dat open. Hij bekent in feite zijn onvolkomenheid na die metafoor van de perenboom. Maar hij laat open, hij constateert alleen maar dat het in de geschiedenis der mensheid en ook in zijn eigen leven zo werkt. En that's it. Augustinus' stellingname staat in de context van een kritiek op Pelagius. En dit conflict trekt lange sporen in de ontwikkelingen van het westerse denken. Erasmus en Luther, katholica versus reformatie, genade en vrije wil, dat zijn de themata. Punt is dat als God alwetend is, er dus geen sprake kan zijn van vrije beslissingen van de mens. God, of Augustinus eigenlijk, weerlegt die dwingende logica.
Hij neemt zo positie in een belangrijk theologisch twistpunt. Heeft de mens een vrije wil? Kan hij zondigen of goede werken doen? Of leeft de mens gepredestineerd alleen uit genade, uit iets dat hij om niet heeft ontvangen? Augustinus heeft het over de menselijke hoogmoed, terwijl alleen God boven alles verheven is. Hij heeft het over een ziel die ontrouw is en God de rug toekeert. Het is de menselijke zwakheid die leidt tot misstappen en tot verwarring. Maar precies in die zwakheid laat God de mens niet los. En de mens weet, althans Augustinus schrijft het, bij u is er echte rust, leven zonder verwarring. Wie bij u binnengaat, gaat binnen in de vreugde van zijn Heer en heeft niets te vrezen. En in het discours van Augustinus spelen termen als geborgenheid, vertrouwen een belangrijke rol. Hij gaat uit van een relationeel godsbegrip en dat is bij hem het fundament en ook de vruchtbare voedingsbodem voor zijn denken over de vrije wil. De weldaad van uw barmhartigheid heeft mij welkom geheten. Dat heb ik gehoord van mijn ouders, uit wie u mij gevormd hebt in de tijd. Herinneringen daaraan heb ik immers niet. De weldaad van de moedermelk was mijn welkom. Maar mijn moeder en voedster vulden hun borsten niet zelf. Door hen gaf u mij de voeding die kinderen nodig hebben, volgens uw plan en naar de overvloed die diep in alle dingen ligt. Met vanzelfsprekende genegenheid wilde zij mij graag geven wat zij in overvloed ontvingen van u. Dat ik mij te goed deed door hen, was ook goed voor hen, en het kwam niet van hen, maar via hen, want al het goede komt van u, God. Van mijn God komt heel mijn heil. De metafoor van moeder en kind is bij Augustinus niet altijd een metafoor. Het is echt soms een uiting van reportagejournalistiek, zou je als denken. Want als je op een gegeven moment in het eerste boek van de belijdenissen schrijft over die spiercontractie die babytjes af en toe hebben, hè, dan zegt hij, ja, het lijkt wel of het kind al lacht. Nou, hij heeft er dus bij zijn zoon Adeodatus met zijn neus bovenop gestaan toen dat kind daar in de armen van zijn moeder lag. Dus dat is daar gewoon, ja, in feite reportagejournalistiek wat hij daar de belijdenissen bedrijft. Maar als hij verder spreekt over melk en de moeder-kindverhouding, dan zegt hij, ja, wij, mensheid, wij kunnen eigenlijk niet veel meer en niet veel minder dan melk voor de kleintjes verdragen. Wij verdragen namelijk geen vaste kost. En daarmee wil hij zeggen, en dat is naar Paulus, hè, in de Korinthebrief, dat mensen eigenlijk slechts in staat zijn maar een heel klein beetje van de natuur, de wereld, de schepping en van God te begrijpen. Dat kleine beetje wat een kind nodig heeft aan het begin van zijn ontwikkelingsstadium. Dus daar staat de moedermelk eigenlijk voor het voedsel dat de allerkleinste kunnen verdragen. Het is evident dat de moderne wetenschappelijke onderzoekers hun onderzoek inzetten in het kader van hulpvragen. En die beschrijven en duiden in termen van ziektebeelden. Hoezeer zou de taal van Augustinus behulpzaam kunnen zijn in het doorgronden van de menselijke psyche in een taal die dichter bij de ziel, dichter op de huid en dus de kern van de mens komt. En zo zorgend, duidend en troostend kan zijn. Ja, ik denk dat je van een vierde eeuwse theoloog toch een hoop kunt leren. Namelijk dat je, hoe je het bent of keert, hoe soeverein, vrij en getalenteerd je ook bent, altijd bepaald wordt door factoren die je zelf niet in de hand hebt, waarmee je geconfronteerd wordt met je eigen onvolkomenheid, slechtheid van je drijfveren, maar ook de goedheid van je daden en drijfveren. En dat jij niet causa sui, de oorzaak zelf bent van het geluk of het ongeluk in jouw leven. En dat is een heel mooi tijdloos principe.